Nee, dat kon ik niet voorzien natuurlijk. Ik ben begonnen met het reclamemateriaal omdat wij dat in onze collectie hadden. Omdat ik dat heel aansprekend vond. Zeer nostalgisch. En ja, de fabriek is in 2008 natuurlijk al gesloten. Maar ja, dat nu ook het laboratorium verdwijnt, dat is natuurlijk een nieuwe ontwikkeling. Unilever in Vlaardingen kennen we vooral van de wasmiddelen en de margarines. In 2008 rolden de laatste zeepjes van de band. 1913 is de eerste paal de grond ingegaan voor de fabriek. En na de Eerste Wereldoorlog is de productie van Sunlight en Lux en Vim, wat hier allemaal te zien is, pas goed op gang gekomen. Het bedrijf groeide uit tot een begrip in Vlaardingen en telde op het hoogtepunt 1200 medewerkers en was veel meer dan alleen een fabriek en laboratorium. Ja, een bedrijf wat heel divers was, hè. Met ook partnerschappen in hele keten, hè. Van palmplantages tot olieprocessing tot margarineproductie, van drukkerijen, vracht, Norfolk Line, noem maar op. Hele generaties werkten in de fabriek en het laboratorium. Ze waren zeer betrokken en zochten elkaar ook buiten het werk op. Kijk, ze hadden natuurlijk ook het paviljoen, dus er werd ook heel veel georganiseerd. Het verenigingsleven bloeide en groeide. Een voetbalvereniging, klaverjasclub, postzegels, ook knip- en naaikursussen werden gegeven. Dus er was een grote binding met het personeel. In 2019 sluit Unilever voorgoed de deuren in Vlaardingen. En is de historische binding met de stad voorgoed verbroken.